ben Katrien Mestag en ik neem jullie heel graag mee hier in ons atelier in Merelbeke. Wij zijn een glazeniersatelier al sinds 1947. Wij maken en restaureren glasramen voor een heel breed publiek. En dit al 3 generaties lang. Wij gaan echt van hele kleine projecten tot ook hele grote projecten aannemen. En dit zowel in de creatie of de uitvoering van glas in lood, als in de restauratie of de conservatie ervan. Hier zijn we bezig met de reconstructie van een gebroken stuk. En die mensen die stonden erop om een nieuw reconstructiestuk in het glasraam te plaatsen. De contourlijnen staan er al op. Hetgeen wat er nu op ligt is een emaillaag, een lichtgeel, dat zo dicht mogelijk het origineel benadert. Het is fantastisch om te voelen dat de gemeente Merelbeke ons mee ondersteunt en dat zij zich bereid hebben getoond om nu samen tijdens Open Monumentendag eigenlijk een heel mooi programma samen te stellen waarbij wij onze topstukken op diverse locaties in Merelbeke mogen zetten. In dit atelier wordt alle glas gesneden, worden de panelen ontlood en lood gezet. Hier is het eigenlijk het echte assembleren van de glas- en loodpanelen. Hij is de randen van het glas wat aan het schuin zetten. Zie je, omdat dat mondgeblazen glas dat kan heel sterk verschillen in dikte van 2 tot 6 mm. En als we dit in het lood moeten schuiven, dan is het noodzakelijk om die randen een klein beetje af te schuinen. Het glas sneden gebeurt met een glassnijder, gewoon met een stalen wieltje. Dat heeft een indrukbaar kopje waar hier een klein beetje snijolie bij zit. Dus op het moment dat ik het snij, komt er een beetje olie die zich in de snede zet en die helpt om het glas te snijden. Ja. Hier zien we nu een glas- en loodpaneel dat opnieuw in het lood gezet wordt. Dus het is een historisch paneel waarvan het oude lood is weggehaald om volledig het loodwerk te vernieuwen. Het gebeurt op de tekening die is gemaakt. Dus elk individueel glasstuk wordt in een loodprofiel geschoven. Dank u wel voor jullie bezoekje. Wij hopen ook veel volk te mogen ontvangen op Open Monumentendag. Het wordt voor ons een feesteditie, want we bestaan 75 jaar. Dus we gaan er een topdag van maken.